the Suriname Stock Exchange, SSA, and the Dutch Caribbean Securities Exchange, DCSX, hebben maandag op de eerste dag van de Suriname Week op Curaçao een Memorandum of Interest getekend. Namens Suriname plaatste SSA secretaris Rishi Parbudayal zijn handtekening. De SSA opereert in Suriname helaas niet goed vanwege onder andere gebrek aan bewustzijn over de mogelijkheden van de effectenbeurs en de notering van de effecten in lokale valuta. Met het tekenen van de overeenkomst met de DCSX ontstaan er meer mogelijkheden voor het verhogen van de aandelen, zegt de secretaris. En dat zal alleen maar voordelen met zich meebrengen voor het land. We can have increased economic growth. Foreign investment can help to stimulate economic growth by providing businesses with the capital they need, but also create jobs. Increased employment is, I think, one of the benefits that we will have, and especially the expansion of existing businesses. And of course, we always welcome new businesses. This will help reduce unemployment and of course improve the standard of living for people in Suriname. Opportunities already mentioned, the cross-listing with DCSX could help to make Surinamese companies more attractive to foreign investors by giving them access to a larger pool of potential investors. Een goed gereguleerde en levendige beurs kan de reputatie van Suriname op het wereldtoneel versterken. Verder kan het buitenlandse investeerders aantrekken en internationale integratie bevorderen, meent Parbudayal. Mede-ondertekenaar DCSX-directeur Dirk-Jan de Graaf legt uit dat met de overeenkomst een Surinaamse uitgever van effecten toegang krijgt tot een grotere markt. Via this route, a Suriname issuer will not only get access to our local international money, but via our partnership with a Dutch trading platform, MPEX, I just informed you about, has also access to the Dutch investment community. In Holland, there live approximately 300,000 Suriname people that might be interested over time in Suriname issuers. This will create increased exposure for the issuer and a better possibility to finance its growth ambitions. I mentioned earlier this morning, and just by me, we have ample experience with Suriname. We've got the listing of the staatsoliebonds, and one of the Suriname brokers, the Surinaamse Bank, is a broker on our platform. And to become broker on our platform, you're also have to become a shareholder at the DCSX. So the DSB is a shareholder also to our platform. De Graaf riep op tot een hechtere samenwerking die zal zorgen voor een beter klimaat voor zaken doen.